Goedenavond, dit is het TV Enschede Nieuws van donderdag 5 januari. Met vandaag, buurtkring Esmarken fel tegen de komst van windmolens. En middenvelder Jelle van der Heijden tekent bij FC Twente. Dat straks, maar eerst de grote Twentse poppodia, Metropool en Attac werken voor het eerst in hun geschiedenis samen aan de nieuwe programmering voor het nieuwe seizoen. De directeuren van beide instellingen en de wethouders van Enschede en Hengelo hebben onder die afspraak hun handtekening gezet. En na 6 maanden wordt bekeken of en in welke vorm de samenwerking wordt voortgezet. Het doel van deze samenwerking is om het Twentse poppubliek een betere en meer uitgebreide programmering aan te bieden. Attac was het afgelopen jaar goed voor zo'n 40.000 bezoekers en Metropool voor ruim 60.000. Op dinsdag is een man uit Enschede ontslagen die op social media Joden heeft beledigd. Hij was werkzaam bij de gemeente Doetinchem. Hij was sinds half november in dienst bij de gemeente als schuldhulpverlener en had een tijdelijk contract. Dat contract is direct ontbonden. Volgens de woordvoerder van de gemeente Doetinchem is er bij de man om een verklaring gevraagd, maar deze bleek niet afdoende. Het zou gaan om een bericht van 2 jaar geleden. En de gemeente Enschede heeft plannen om in het buitengebied van de Zuid-Esmarken windmolens te plaatsen. De buurtkring Esmarken is tegen de komst en voorzitter van de buurtkring Laurens Krommel legt ons uit waarom. Ja, we staan hier aan de rand van het Aamsveen. En hier in dit prachtige buitengebied zijn 17 grote windmolens gepland. Met een hoogte van ongeveer 200 meter. En daarnaast is een van de plannen een gebied van ruim 150 hectare. 150 hectare landbouwgrond gebruiken voor zonnepanelen. We hebben dat vernomen via de Tubantia, via de krant. En we zijn als buurtkring Esmarken zijn we daar totaal niet in betrokken en totaal niet in gehoord. Ik ben wel van mening dat je bij dergelijke plannen, dan moet je toch buurtbewoners, buurtverenigingen, moet je daar toch in betrekken. Dus het is wel teleurstellend dat het niet gebeurd is. Ja, we hebben de krant vernomen dat hier een locatie is om windmolens te plaatsen. Een stuk of 6 of 8 windmolens. En zelfs één daarvan die zou midden op ons huis komen. Ze hebben blijkbaar geen rekening mee gehouden dat we hier nog wonen. Dus daar zijn we wel heel erg van geschrokken. Maar het lijkt ons echt verschrikkelijk. We hebben hier een prachtig mooi buitengebied, ook voor de bewoners van Enschede. En het zal toch heel erg jammer zijn om dat door die windmolens laten verpesten. Het is ongelooflijk dat je dit in dit mooie landschap voor je kiezen krijgt. De gemeente gooit zoveel weg als ze hier de windmolens gaan neerzetten. Het is... Dit is natuurlijk heel mooi als je om je heen kijkt, de natuur. We hebben hier heel veel wandelaars en fietsers en ruiters die hier recreëren. En die worden dan straks gehinderd door het geluid van de langskomende weekenden en de slagschaduw. En de lelijkheid die ineens het landschap binnenkomt. Het is afschuwelijk. Kun je vanuit de gemeente begrijpen dat ze kiezen voor deze locatie omdat er zoveel ruimte is? Nee, kan ik absoluut niet begrijpen. We staan hier naast het prachtige Aamsveen. Het Aamsveen is het Natura 2000 natuurgebied van de gemeente Enschede. En ja, zoals je achter mij kunt zien, het is hier gewoon prachtig. En dat moet je gewoon niet vervuilen met dergelijke windmolens. Dus u bent er ook wel een beetje boos over? Ja, boos en teleurgesteld. En heeft u er ook een mening over? Vul dan onze enquête in. Deze kunt u vinden op de website via de banner. En het gaat niet goed met de ijsbaan Twente. Elk jaar moet er namelijk geld bij. De gemeente sprong vlak voor oud en nieuw opnieuw bij om de ijsbaan financieel te ondersteunen met 100.000 euro. En de komende tijd gaat onderzocht worden hoe het verder moet met de ijsbaan bij CoPlanet. En wij gingen even de schaatsbaan op. Ik kwam hier schaatsen. Ik ben uitgenodigd door mijn kleindochter. Ze hebben het leuk aangekleed. We hebben dan met name de vakantiecursus voor de kinderen gedaan, 3 dagen. En dat was gewoon erg leuk verzorgd. Een leuke activiteit, een leuke afsluiting weer gezamenlijk. Ja, complimenten. Ja, best goed zwaar. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gedaan, dus het is vrij heavy. Het zweet staat als het goed is nog over mijn voorhoofd. Pijnlijk is het anders, maar overal zijn er van die slopende kanonskogels van kinderen die overal tussendoor vliegen. En dan zit ik daar heel houterig. Maar het is hartstikke leuk om te doen. Kan er ook nog iets verbeterd worden? Ja, dat is de uitleen van de schaatsen, hè. Dat is wachten. Ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, het is gewoon heel erg druk vandaag. Ja, vakantie dus. Nee, het is helemaal perfect. Ja, en ik vind het ook leuk dat ze hier nou zo'n stukje hebben gemaakt en dat daar de kinderen gewoon nog normaal kunnen spelen, zeg maar. Dus dat is wel leuk. Hoe vind je het hier vandaag? Leuk, mijn eerste keer. En gaat het goed? Ja. Zou je hier nog vaker naartoe willen?
Ja. Ja, ze is hier 3 dagen al geweest. De cursus was erg leuk. En ze is heel enthousiast. Dus ik denk dat we nog wel een keer weer komen. Ik heb hier nog nooit geschaatst. Ik kan hier wel mooi schaatsen en ook wel goed. Jelle van der Heijden is op een haar na rond over een nieuw contract bij FC Twente. De middenvelder uit de eigen opleiding staat op het punt om voor 3,5 jaar te tekenen. Van der Heijden speelt al jaren bij FC Twente, maar wacht nog altijd op zijn definitieve doorbraak. Vlak voor de winterstop wist hij zich in de basis te spelen. En na dit nieuws het veld op, waarin dagelijks aandacht wordt besteed aan de laatste ontwikkelingen rondom het trainingskamp van FC Twente in Spanje. En dan nog het weer. Komende nacht gaat het flink vriezen, het wordt maar liefst -9. De komende dagen blijft het vrij bewolkt met hier en daar wat zon. Morgen is het overdag -3 en 's nachts -6. Warm aankleden dus. Vanaf zaterdag wordt het weer warmer. De temperatuur komt dan in elk geval boven de 0. En tot zover het TV Enschede Nieuws van donderdag 5 januari. Na het NOS Nieuws in 60 seconden kunt u kijken naar het veld op. Gevolgd door Jij in de Wijk en Loetje en Den Boef. Ik wens u nog een hele fijne avond en heel graag. Tot morgen.